Prinses Delphine was de grote verrassing in het Play 4-programma Dancing with the Stars. Zaterdagavond zagen we haar voor het eerst schitteren op de dansvloer. De kijkers thuis waren over het algemeen aangenaam verrast. Volgens velen straalde ze een enorme klasse uit. Patrick de Klerk is een boezemvriend van de prinses en volgt haar dansavontuur op de voet. Hij vertelt aan TV-familie dat Delphine oprecht geniet van het dansen. Over het feit dat haar deelname zoveel aandacht kreeg, is hij duidelijk. De deelnemers worden gelijk behandeld. Delphine wil trouwens absoluut geen voorkeursbehandeling krijgen. Hij vertelt ook dat ze hem gezegd heeft dat ze in het begin wat schrik had van haar tegenstanders, Pieter Timmers en Nina Derwaal. Zeker die laatste ziet hij nog steeds als topfavorieten. Na de show haastte Delphine zich om haar zoontje Oscar in bed te leggen. Ja, zo is Delphine wel. Een heel attente mama, zegt Patrick.